En paragraaf 65.6 is een erg lange paragraaf, dus ik zal hier geen pak erbij pakken, maar ik zal hier gewoon beginnen met de genitivus absolutus in het begin. Tutu merceti eontos. Terwijl hij, tutu, dat is, die verwijst dus terug naar die smerdis, terwijl hij er niet meer is. Ik mag het Foucault-woord ook veranderen, dan maak ik ervan omdat hij er niet meer is. Nou, omdat hij er niet meer is, duit reton loipon humi o persai, ze worden dus weer aangesproken, ginetai moi anakayotaton, en telestai, nou anakayotaton, taton, dat, je geeft de superlatives aan, moi en ginetai, nou ginetai, wordt het voor mij zeer noodzakelijk, je mag ook vertalen, is het voor mij zeer noodzakelijk, o persai, o persen, om humin en telestai, om jullie iets op te dragen. En daar gaat mijn koekoeksklok, die slaat 8, om aan jullie op te dragen. Nou, omdat hij dus dood is, moet ik dat aan jullie doen. Dus de tegenstelling zit tussen tutu, eontos, tutu en humin. En dan is dat dus deuteratron loipon als tweede van de overigen, letterlijk. Dat misschien beter geel kunnen maken als genitivus, als tweede van de overigen. Is het voor mij zeer noodzakelijk als tweede keus van de rest, om het aan jullie op te dragen, o persen. Nou, om wat op te dragen, en dat staat hier, ta telo moi genestai teluiton ton bion. Om aan op te dragen, ta is datgene wat, oftewel wat, datgene wat ik wil, dat er mooi voor mij, genestai, dat er voor mij gebeurt. Teluitoon, telautao komt dit vandaan, dit is dus een participium van de presens, terwijl ik ton bion het leven beëindig. Dus om aan jullie op te dragen wat ik wil, dat er voor mij gebeurt, wanneer ik het leven beëindig. Dus niet aan Smerdis, want die is er niet meer, maar aan jullie als tweede. Nou, en dat gaat hij dus ook doen, maar die zin die is redelijk lang, hè, en daar zit ergens Allah in, dus eerst dit maar, en dan Allah op de volgende dia. Kaide humin tade episcepto. En aan jullie draag ik tade deze dingen op. Nou, al vaker gezien bij Herodotus, tade wil zeggen wat aan u komt, dat draag ik jullie op, dus het volgende. En hoe doe ik dat? Theus tus basileius epikaleon. Ook een participium van de presens epikaleo aanroepen, terwijl ik de goddelijke goden aanroep, de koninklijke goden aanroep. Dus ik had toch best nog wel een pakje kunnen laten zien, terwijl ik de koninklijke goden aanroep. Nou, en dan, kai pasi humin, kai malesta, agaimen nideon toisi pariusin. Hier heb je twee keer kai, twee keer met een dativus, dus daar worden twee groepen toegesproken. Namelijk, kai pasi humin, zowel aan jullie allemaal, kai malista, ja, die had ook mogen staan, kai de kai, en speciaal, en ook met name, toisi pariusin, aan de aanwezig zijnden, of de aanwezigen, achaimenideon, van de achaimenide. En achaimeniden, dat zijn de Perzen, de Persische familie, die staat dan tegenover de Medische familie, en die wordt dan hier zo meteen genoemd. Dus aan jullie allemaal, maar met name aan de aanwezigen van de Achaemeniden, om mij te periidein, om niet toe te laten. En nu komt er een ACI of een ACP. Nou, in dit geval een ACP. Ten hegominiaan is de A. Autis es medus peri elt husaan. En dat komt natuurlijk van peri ergomai, zegt men dan in koor. De macht, dat de macht weer naar de meden overgaat. Om niet toe te laten
dat de macht weer naar de mede overgaat. Dus dat is het eerste. Nou, en hier moet je nog dat bijdenken hiervoor om die ACP in te leiden. Maar, en nu krijg je een rare constructie. Maar eiten dat. En dan komen een aantal dingen tegenover elkaar te staan. Dus hetzij indien dit het geval is om dat te doen, hetzij indien dat het geval is om dat te doen. Nou, hetzij zij, namelijk de meden, haar, dat is namelijk de macht, hebben doloi ktesamenoi. Nadat ze die ktesamenoi, dat is dus een participium van de aoristes, nadat ze die verworven hebben, doloi, door een list, door de firma list en bedrog. Nadat ze die door een list verworven hebben, dat die dan ook epairetenai, dat is een passieve aoristes, theta eta zit erin, nai als infinitivus uitgang, dat die, dan namelijk de macht, ook door een list, of door bedrog, door jullie afgenomen wordt. Dus als de mede de macht hebben door een list, dan moeten jullie die door een list afnemen. Dat staat letterlijk dat die afgenomen wordt, dus passief, door een list door jullie. Nou, het zij, indien zij haar hebben, dat blijft dus doorwerken, het egousin auton, het zij ze die hebben, stenei, theoi, katergas samenoi. Hier wederom een participium van de aoristes, net als dat te samenoi. Nadat ze die met een of ander geweld gegrepen hebben. Het zij, indien ze die macht hebben, nadat ze die met enige vorm van geweld gegrepen hebben, dus dit doloi, bedrog, of list, staat tegenover theoi, stenei, een vorm van geweld, en dus dit doloi staat tegenover dit stenei, ook geweld, dus om die dan met geweld, kataton karteron, volgens jullie kracht, te anasosastai, terug te winnen, om die dan terug te winnen met geweld, volgens jullie kracht. Dus hier zie je dat er iets van variatio zit in de constructie. En dan ben ik toch aan het einde van deze wat ingewikkeldere paragraaf 6. Let goed op die tegenstelling hier. Dit zou zomaar eens een keertje terug kunnen komen. Hè. List tegenover geweld en dat egousin auten dat hier aangevuld moet worden. Participium dat hier staat. Dus hij is nog eens een keertje mooi parallel opgebouwd. Dus let daarop. Dit is een prachtige Griekse zin, maar wel enigszins cryptisch opgebouwd. Maar inhoudelijk heel duidelijk. Kom ik zo aan paragraaf 7.